Ajax lijkt helemaal klaar voor de start van de Eredivisie. De ploeg van Frank de Boer is zo goed als ongewijzigd, heeft een goede voorbereiding achter de rug, al een prijs binnen en dus kunnen de plastic poppen worden ingeruild voor echte tegenstanders. Dat is wat je graag als voetballer wat je graag wilt. Voetballen en in de arena op een mooie vrijdag mogen spelen. Dus wij hebben als team er heel veel zin in. Hoe ben jij persoonlijk uit de voorbereiding gekomen? Goed, vind ik zelf. Sterker. Eén week minder dan vorig jaar, maar toch net zo sterk, vind ik. En dat hebben we goed gedaan als team. En ik vind eigenlijk dat het team ook goed draait en dat we allemaal sterk zijn. Dus het ziet er mooi uit. Als team jullie natuurlijk kampioen worden, wat verwacht je van jezelf dit seizoen? Ja, ik verwacht dat ik mijn best doe elke keer. En dat ik hopelijk wat meer keer in de basis mag staan. Want vorig jaar was het pas na 11 of 12 weken volgens mij. Het zou mooi zijn als het vanaf morgen al kan. En dan verwacht ik dat we weer kampioen kunnen worden. Dat is als individu ook een doelstelling, vind ik. Fischer begon vorig seizoen bij het eerste, werd snel teruggezet, maar kwam uiteindelijk toch snel terug. Zijn goede prestaties van afgelopen seizoen zorgen dit jaar voor hogere verwachtingen en dus meer druk. Dat vind ik alleen maar mooi. En het is altijd zo geweest dat hoe meer druk op me, hoe beter speel ik. Het wordt mooi om te zien of het weer zo kan worden dit seizoen. Ik vind druk alleen een goede ding. En dat is ook gewoon iets wat vertelt dat je het goed hebt gedaan. Die druk komt van buitenaf. Komt die ook van jezelf? Ja, het is altijd ook een beetje van mezelf gekomen. Alleen moet ik zorgen dat het niet te veel wordt en dat ik nog steeds ga genieten. En dat ga ik morgen zeker proberen in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Het wordt een hele mooie pot, denk ik. Een belangrijke wedstrijd in het seizoen vorig jaar voor jou was de Johan Cruijffschaal. Daarna werd je teruggezet. Vergelijk de wedstrijd van afgelopen zaterdag eens met de wedstrijd van een jaar geleden. Ja, lange. 120 in plaats van 60 voor mij. Dat is wel de dubbele. Maar ik vond het een mooie wedstrijd. Natuurlijk in overwinning. Vol tijd gespeeld dit keer. Deze keer. Stond er ook een betere Victor Fischer? Dat vond ik zelf wel, ja. Maar toch heel veel dat beter kan. En dat is alleen maar mooi, want het is niet eens de eerste wedstrijd in het seizoen. Het is de eerste belangrijke wedstrijd, zeg maar. En toch heb ik beter gespeeld dan vorig jaar. Dus het kan een mooi jaar worden als het elke week nog beter wordt. Waar moet je dit seizoen echt nog aan werken? Afwerken sowieso. En het zou ook mooi zijn als ik een keer in de voorzet bij de links ga aangeven. dan moet mijn rol in het team wat duidelijker worden voor de andere spelers. En ze moeten meer op mij kunnen rekenen. En dat is eigenlijk het meest belangrijke, vind ik. Vorig seizoen was het talent Victor Fischer. Wil je nog steeds talent genoemd worden of wil je als vol aangezien worden? Nou, talent is iets wat je hebt. Dat hangt niet van je leeftijd aan, vind ik. Dus het zou mooi zijn als ik nog talentvol ben, maar toch de speler Victor Fischer ben.